Dit is deel 2 van college 6. Inmiddels heb je hopelijk een goed beeld van wat cognitieve dissonantie is en ook hoe je dissonantie kunt verminderen. Nou, in dit gedeelte van het college gaan we verder op dit thema en gaan we kijken naar toepassingen en gevolgen van dit interessante psychologische fenomeen. En allereerst wil ik jullie uitnodigen om te gaan kijken naar een filmpje waarin het klassieke experiment van cognitieve dissonantie wordt uitgelegd. Dit onderzoek is al best wel oud, uit 1959. En hier kun je zien wat er dus met mensen gebeurt op het moment dat zij gedrag vertonen wat in lijn is of wat in strijd is met hun eigen overtuigingen. Het is best wel een complexe studie en er komt ook wat bedrog bij kijken richting de deelnemers. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Kijk maar even mee. In 1959, Leon Festinger en Merrill Carl Smith published a classic study demonstrating the potential for cognitive dissonance to lead to attitude change. In the first phase, participants were asked to complete a series of mind-numbingly boring tasks. First, they had to put 12 spools onto a tray. Then they emptied the tray and filled it with another 12 spools, all one-handed, over and over again, for a full half an hour. Next, they were given a board with 48 square pegs. First, participants had to turn each peg a quarter turn clockwise. Then they turned each peg another quarter turn, again, using one hand only, again, over and over, and over again for half an hour. As far as the participants knew, this was the end of the study. But in reality, this is when things just started to get interesting. Because next, the experimenter told the participant an elaborate story, recruiting his or her help in order to keep the study going. So in this study, we were looking at participants' expectations and how that would influence their task performance. So in some conditions, participants didn't have any expectation of what to expect from the task, and that's what you experienced today. But half of our participants, we tell them that the task is going to be interesting and even a little bit fun. Does that make sense? Yeah. So the thing is, we usually have a confederate that goes out and tells the next participant that the study is going to be interesting, but our confederate today called in sick. So we already have a participant waiting outside, and we were hoping that you might be able to help us out. Would you be able to go out and tell the participant that you had fun doing the task today? We can pay you. I guess so. Great. All participants agreed to lend a hand, even though doing so put them in an uncomfortable situation. Having to tell the next participant, a fellow student, how great this dull study was going to be. Of course, this whole story to participants was really a deception. In reality, the confederate was the student in the waiting room. He wasn't really the next participant. He was working with the researchers, and he was about to make the participant even more uncomfortable. Hey. Hello. This is Akshi. She just completed the experiment, and I've asked her to tell you a little bit about it. Thank you. Thanks. Hey, how was the study? It was okay. It was pretty good. It's pretty fun. Really? Because one of my friends did it last week and they said really wasn't very fun. No, I don't think so. I think it was pretty okay, pretty fun. That's good to hear. Cool. Festinger and Carl Smith expected that lying would lead to dissonance, that on the one hand, participants would think, I'm a nice person, I'm honest, and on the other hand, they'd think, I just lied to this person. This student's gonna hate the study. With contradictory thoughts like these, something has to give to reconcile the dissonance. In this case, what changed were participants' private attitudes about how boring or fun the spool and peg turning study really was. Because if you can manage to convince yourself that it wasn't so bad, you're able to reduce dissonance. So for the last stage of the experiment, the participant headed to a post-study exit interview with a member of the department and was asked about their experiences with the spool and peg portion of the study. Hi, I'm a faculty member in the psychology department. I understand you're in a study today involving some physical manipulation of objects, and just have a couple quick questions for you. First, did you find the study to be interesting, enjoyable at all? Yeah, it was okay. It was a little bit fun. Okay, great. We have a lot of studies like this in the department, and was just wondering, would you be interested at all in being in a study like this in the future? Yeah, I guess. I would do it again. Great. Thanks a lot. To alleviate dissonance, the participants inflated their ratings of how enjoyable the study had been, like the participant that you just saw. But not everyone did so to the same extent, because not everyone in the study experienced the same amount of cognitive dissonance. Do you remember how the experimenter we saw offered to pay the participant to lie to the person in the waiting room, and that payment amount varied by condition?
Some of these participants were offered $20 for their help. A pretty nice payday for a simple lie, right? And it really was, because if you consider inflation, that's like being paid over $150 in today's money. In fact, these participants in the $20 condition had so much justification for their lie that lying didn't bother them as much. They didn't experience as much dissonance. They didn't feel the need to inflate the ratings of how fun the study had been. They just reminded themselves that they weren't bad people. They lied for the money. And really, who wouldn't have? But other participants were only paid $1 for their help. Not a huge amount of money. $1 in 1959 is worth about $8 today. Enough to get students like Akshi to agree to help, yes, but insufficient justification to deal with the dissonance that results. And so when these students felt uncomfortable about having lied, their best option was to make the lie a smaller one. And so they convinced themselves that the study itself hadn't been so bad. The participants in the $1 condition changed their attitudes in order to deal with the discomfort of cognitive dissonance. Nou, laten we nu eens gaan kijken naar de resultaten van het onderzoek. Hier zie je eigenlijk de resultaten van hoe aantrekkelijk mensen zeiden dat zij het experiment vonden. Dus hoe leuk ze die stomme taakjes vonden die ze hebben moeten uitvoeren. Nou, in de geen dissonantiegroep, dat wil dus zeggen de deelnemers die geen dissonantie ervoeren, die geen leugen hadden verteld tegen een volgende deelnemer, die zeiden eigenlijk heel eerlijk van, nou, ik vond er eigenlijk heel weinig aan. Het waren ook hele stomme taakjes natuurlijk. En in de tweede groep, van de lage dissonantie, die hadden een leugen verteld tegen de volgende deelnemer, maar die hadden daar $20 voor gekregen, wat echt een heel groot bedrag is. Dus die hadden wel inconsequent gedrag vertoond, maar ze hadden daar best wel een hele goede externe reden voor, namelijk die hele hoge beloning. Dus ja, die zeiden tegen zichzelf, ik zei dat dat stomme experiment leuk was, maar ja, ik had ook wel een hele goede reden om dat te doen. Ik kreeg namelijk $20. Dus die gaven aan dat ze in werkelijkheid die taakjes nog steeds niet heel erg leuk vonden. Je ziet dat er weinig verschil is tussen de geen dissonantiegroep en de lage dissonantiegroep. Maar kijk eens mee naar die laatste groep, de groep van hoge dissonantie. Dus het is de groep van de deelnemers die een leugen hadden verteld tegen een volgende deelnemer dat eigenlijk de experimentjes en taakjes heel erg leuk waren. En ze hadden daar maar $1 voor gekregen. Dat is niet echt heel veel geld eigenlijk om zo'n leugen te vertellen. Dus ze hadden eigenlijk onvoldoende externe reden om die leugen voor zichzelf te rechtvaardigen. Dus wat doen ze? Ze gaan hun cognitie aanpassen. Ze gaan hun overtuiging aanpassen. Ze zeggen, nou weet je, ik vond het ook eigenlijk best wel leuke taakjes om te doen. En hier zie je dus wat er gebeurt op het moment dat mensen cognitieve dissonantie ervaren. En wat ze dus doen om van dat onprettige gevoel van dissonantie af te komen. Ze gaan hun cognitie aanpassen. En wat ik nog hierbij toe wil voegen is dat die lage dissonantiegroep, die hadden dus een externe reden om hun gedrag te rechtvaardigen. Dus zij hadden een reden omdat ze heel erg een hele grote beloning kregen voor het vertellen van die leugen. Dus een externe rechtvaardiging. Dus ze hoefden hun cognitie niet aan te passen. Ze konden eigenlijk een cognitie toevoegen van ik ben een eerlijk persoon. Maar als ik heel veel geld krijg, dan kan een leugentje om best veel prima. De laatste groep had niet genoeg externe rechtvaardiging voor het vertellen van de leugen. Dus die moesten een interne rechtvaardiging vinden. En wat doen ze dan? Ze gaan hun cognitie, hun overtuiging aanpassen. Nou, als dat gebeurt op het moment dat wij van gedachten veranderen eigenlijk om dissonantie op te lossen, dan noemen we dat contra-attitudegedrag. En contra-attitudegedrag is dus gedrag vertonen dat in strijd is met jouw eigen attitudes of overtuigingen. En dat contra-attitudegedrag kan ook best wel goed gebruikt worden om iemand van mening te laten veranderen over andere mensen. Stel je voor, ik ben in mijn eigen huis, ik kijk uit het raam en ik zie mijn overbuurman, waar ik eigenlijk een heel erg hekel aan heb, die zie ik in zijn eentje een soort van kastje naar buiten tillen. En ik zie hem stuntelen en ik denk, oh, dat gaat helemaal niet goed. Hij gaat zometeen dat kastje laten vallen en hij is helemaal bezweet en ik zit daar en ik denk, ik heb eigenlijk een hekel aan deze man. Maar toch voel ik me een soort van geroepen om hem te gaan helpen. Dus ik ga naar buiten en ik zeg, buurman, handje nodig. En ik help hem. En hij is waarschijnlijk ook heel erg blij met mijn hulp. En vervolgens ga ik weer naar binnen. En dan denk ik, weet je, zo slecht is die buurman eigenlijk helemaal niet. Hij is eigenlijk best wel aardig. Dit is een voorbeeld van eigenlijk contra-attitudegedrag. Dus ik ben iemand gaan helpen aan wie ik eigenlijk een hekel aan heb.
een hekel hebt. En we weten uit onderzoek dat als je andere mensen helpt, en ook mensen aan wie je eigenlijk een hekel hebt, dat je eigenlijk minder, een minder grote hekel aan die persoon gaat krijgen. Dat je iemand eigenlijk aardiger gaat vinden nadat je die persoon hebt geholpen. En dat kan dus op die manier ook helpen om jou een positievere mening te laten hebben over andere mensen. En deze methodiek is ook succesvol toegepast bij het verminderen van vooroordelen. Dus als wij mensen van outgroups, dus mensen die niet bij onze eigen groep horen, waar we veel negatieve stereotypes over hebben, als we die gaan helpen, dan weten we dat we daarna die groep leuker gaan vinden. Dat is een van de vele voordelen van hulpgedrag. Iets waar we later in deze cursus nog op terug gaan komen. Nou, dus die ervaring van cognitieve dissonantie kun je ook best wel ten positieve eigenlijk gebruiken. Om mensen anderen te laten helpen, om ze van mening te laten veranderen, om vooroordelen te verminderen. Dus ja, ik zat bij mezelf te denken, misschien kan cognitieve dissonantie mij ook wel helpen bij het opvoeden van mijn kinderen. Laten we eens kijken of dat kan. Ik heb dus 3 jongens. Die jongens die zijn heel erg dol op elkaar. Maar soms dan hebben ze ook ruzie. En dan vechten ze. Ja, dit zijn ze niet hoor. Dat is niet echt mijn kinderen. Maar het hadden ze zo kunnen zijn. Want ze hebben af en toe vliegen ze elkaar in de haren. En natuurlijk wil ik dat niet. Ik wil gewoon dat ze altijd lief zijn voor elkaar. En dat ze altijd zoet samen spelen. En ja, als ze dan dit gedrag vertonen, ja, dan wil ik ze toch op een bepaalde manier dat daar gevolgen aan zitten. Dus dan wil ik ze straffen. Nou, dan kan ik ervoor kiezen om een hele zware straf toe te passen. En zeggen, oké, als jullie nog 1 keer met elkaar ruzie maken, ga je zonder eten naar bed. Of ik kan een hele milde straf, een lichte straf. In de psychologie wordt dat ook wel een onvoldoende straf. Dus bijvoorbeeld, ik kijk gewoon even heel boos naar ze. Ik zeg even van, nou, ik vind het echt niet kunnen. Ik vind het niet prettig. Of nou, een andere hele lichte, milde straf. Nou, wat zou ik nou beter kunnen doen om hun gedrag te laten wijzigen? Om te zorgen dat ze minder ruzie gaan maken. En ja, niet alleen maar minder ruzie maken als ik erbij ben, maar ook echt minder leuk vinden om met elkaar ruzie te maken. Hoe kan ik dat nou doen? Je zou misschien denken, ja, dan moet je ze zwaar straffen. Want als er een zwaar, sterk gevolg is, dan zullen ze het wel laten. En dat klopt ook wel. Dus als je iemand heel erg zwaar straft, of als ik mijn kinderen heel zwaar zou straffen, zullen ze waarschijnlijk dat gedrag minder snel gaan vertonen. Maar alleen als ik erbij ben. Als ik de kamer uitloop en ze kunnen niet meer betrapt worden, dan gaan ze meteen weer met elkaar ruzie maken. En die lichte straf, die kan wel eens eigenlijk uiteindelijk efficiënter zijn. Dat heb ik geleerd uit het volgende onderzoek. Aronson en Carlsmith in 1963 ook onderzoek gingen doen bij kinderen. Zij wilden ook kijken of je kinderen van mening kon laten veranderen. En of zwaar straffen of juist licht straffen, wat dan eigenlijk beter helpt. En ze hebben daar een hele leuk experimentje voor bedacht met speelgoed. En dit wordt ook wel het verboden speelgoedexperiment genoemd. Nou, wat gebeurde in dit onderzoekje? Een kindje kwam een laboratorium binnen en mocht in een ruimte gaan zitten met allemaal speelgoed. En dat speelgoed mochten ze allemaal bekijken. En ze gingen eerst aangeven wat ze van het speelgoed vinden. Dus ze pakten bijvoorbeeld die teddybeer op en zeiden, nou, hoe leuk vind je deze teddybeer? En dan konden ze aangeven of ze het helemaal niet leuk vonden, een beetje leuk of heel erg leuk. Dus zo konden ze van elk speelgoed aangeven hoe aantrekkelijk ze het vonden. Nou, als ze daarmee klaar waren, zei de onderzoeker, nou, je mag nu gaan spelen met dit speelgoed. Je mag met alles spelen, behalve met dit stukje speelgoed. En dat was dan toevallig het stuk speelgoed wat ze heel erg aantrekkelijk vonden. Dus juist het speelgoed wat ze heel leuk vonden, daar mochten ze niet mee spelen. Dat werd het verboden speelgoed. Nou, en dan waren er 2 groepen. Sommige van die kindjes die werden gedreigd met een best wel zware straf als ze toch zouden spelen met dat speelgoed. Ik weet niet wat de straf was, maar het was echt een zware dreiging van je mag echt niet met dit speelgoed spelen, want anders dreigt er wat. De andere groep kindjes, die werd verteld, je mag niet met het speelgoed spelen en als je het toch doet, ja, dan is dat wel heel erg jammer. Dus je had een hele lichte straf. Eigenlijk een onvoldoende straf, een hele zwakke straf om toch niet te gaan spelen met het speelgoed. Nou, het experiment ging door. Al die kindjes uit het onderzoek waren allemaal heel braaf, dus niemand speelde met het speelgoed. Maar dat was nog niet het einde van het experiment. Want waar de onderzoekers eigenlijk geïnteresseerd in waren, was of de houding van de kinderen ten opzichte van dat speelgoed en vooral van het stukje verboden speelgoed was veranderd. En om dat te onderzoeken hebben ze een paar weken later die kinderen opnieuw uitgenodigd in hun laboratorium met hetzelfde speelgoed. En ze zeiden, oké, nu ben je weer met dit speelgoed en je mag nu met elk speelgoed spelen. Alles wat je wilt. Dus ook met het verboden stuk speelgoed. Wat denk je? Gingen de kinderen meteen met dat verboden speelgoed spelen? Ja en nee. Alleen de kinderen die gedreigd waren met een hele zware straf. Die kinderen gingen gelijk met het verboden stuk speelgoed spelen.
Dus als ze dachten van, ik mag hier echt niet mee spelen, want anders dreigt er wat, anders krijg ik een hele zware straf. Die hadden dat eigenlijk alleen maar gelaten. Die hadden alleen maar niet met dat speelgoed gespeeld. Ja, om die straf te vermijden. Op het moment dat die straf weg was, gingen ze gelijk ermee spelen. Dat is een beetje wat er dus met mijn kinderen gebeurt als ik ze heel zwaar bedreig als ze met elkaar vechten. Dan stoppen ze er wel mee, maar als ze de kans krijgen om toch met elkaar te vechten, als ik bijvoorbeeld weg ben, gaan ze het gelijk doen. Dus wat je beter kan doen, is die milde straf toepassen. Want als je alleen maar milde dreiging hebt, wat je dan ziet, was dat die kinderen eigenlijk gewoon minder enthousiast waren geworden over dat stuk speelgoed. Die, als ze binnenkwamen, er was eigenlijk nog maar iets meer dan 30% van die kinderen ging alsnog met dat stuk speelgoed spelen. De meeste kinderen lieten het gewoon links liggen. Terwijl ze het in eerste instantie dus heel erg aantrekkelijk hadden gevonden. Dus ja, ik hou dit altijd goed in mijn achterhoofd op het moment dat ik straffen uitdeel bij mijn kinderen. Dat een milde straf eigenlijk op lange termijn beter werkt, omdat ik dan hun attitude, hun houding verander. Dus dat ze uiteindelijk zelf overtuigd worden dat, dat een stuk speelgoed misschien niet zo aantrekkelijk is. Of dat vechten met je broertje helemaal niet zo leuk is. Nou, in dit verboden speelgoedexperiment hebben we dus gezien dat de kinderen uiteindelijk zichzelf overtuigden dat een aantrekkelijk stuk speelgoed toch niet zo aantrekkelijk is. En cognitieve dissonantie leidt er dan dus toe dat verleiding wordt verminderd. En uiteindelijk eigenlijk een stuk speelgoed wordt gedevalueerd. Maar soms hebben mensen toch een zetje in de rug nodig. Soms veranderen mensen niet automatisch van mening. En moet je ze eigenlijk een beetje herinneren aan het feit dat hun gedrag inconsistent is. En dit noemen we ook wel hypocrisie-inductie. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld door mijn kinderen betrapt word, dat ik voor de lunch een lekkere stuk taart pak of een lekkere muffin pak, terwijl ik altijd tegen ze zeg, je moet wel je bord leeg eten, je moet gezond lunchen. Ja, dan als ze me daarmee confronteren, dan word ik eigenlijk een beetje betrapt op mijn hypocrisie. Van je zegt A, maar je doet B. Of als je bijvoorbeeld bepaalde hele bekende mensen die zich ook inzetten voor een beter klimaat en dit heel erg belangrijk vinden, als je die herinnert aan het feit dat ze zelf wel een privéjet hebben en allemaal vervuilende auto's, zoals hier Bill Gates, dan kan dat ze hopelijk helpen om hun gedrag aan te passen en hun overtuiging in lijn te brengen met hun gedrag. Dus hypocrisie-inductie kan helpen om bij andere mensen ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk hun gedrag gaan aanpassen. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit college. En we hebben in dit college dus heel veel voorbeelden gezien van de manieren waarop we met dissonantie om kunnen gaan. We kunnen ons gedrag aanpassen, we kunnen onze cognitie aanpassen of we kunnen cognities toevoegen. Maar er is één ding wat ik eigenlijk nog niet heb genoemd. En dat wil ik op het eind wel doen. Want ik vind het wel heel erg belangrijk voor jullie dat je je realiseert dat we eigenlijk uiteindelijk ook kunnen accepteren dat wij gewoon imperfecte mensen zijn. Misschien ben jij zelf zit je te kijken en denk je, oh, ik ben ook hartstikke hypocriet. Want ik vind het milieu ook super belangrijk. Maar ja, ik eet gewoon avocado's en ik ga ook naar een vliegtuigvakantie. En oh, wat verschrikkelijk, ik ben gewoon een slecht mens. En dat wil ik ook niet. Dus ik wil niet dat je met een schuldgevoel blijft zitten. En ik denk dat het ook prima is om te accepteren dat we af en toe een steekje laten vallen. We zijn uiteindelijk allemaal mensen. Dus om jullie niet met een rotgevoel uit het college weg te laten gaan, wil ik jullie een vierde strategie meegeven die je kan gebruiken op het moment dat je dissonantie ervaart. Als jij bijvoorbeeld jezelf betrapt op inconsistent gedrag en je denkt, ik wil echt wel beter doen, ik wil echt wel korter douchen en ik wil echt wel vaker de fiets pakken. Nou, probeer dat absoluut te doen. En als het af en toe niet lukt, dan kan je nog iets anders doen, namelijk zelfbevestiging gebruiken. Zelfbevestiging blijkt een hele effectieve manier te zijn om ook om te gaan met het gevoel van dissonantie. Nou, wat doe je dan precies bij zelfbevestiging? Bij zelfbevestiging herinner je jezelf aan het feit dat jij misschien op dit domein eigenlijk een steekje laat vallen, maar dat je op heel veel andere domeinen heel goed bezig bent. Dus als je bijvoorbeeld die vliegvakantie boekt met je vrienden of met je vriendinnen, dan denk je, oké, dit is natuurlijk niet zo netjes. Dit wil ik eigenlijk niet. Het is een strijd met mijn overtuigingen. Maar goed, weet je, ik vind het gewoon, ik heb heel hard gewerkt. Ik heb het hele jaar heel hard gestudeerd. Ik ga me volgend jaar ook echt weer beter inzetten om goede klimaatbewuste beslissingen te nemen. Maar ja, ik heb het ook wel gewoon verdiend om af en toe iets te doen wat misschien niet helemaal logisch is of helemaal verstandig of de beste beslissing. Dus zelfbevestiging kan je gebruiken om jezelf te herinneren aan het feit dat je alsnog heel erg de moeite waard bent. Dit was het. Dit is het einde van het college. Bedankt voor het kijken.